Aan de rand van Millingen en Kekerdom komt een zonnepark van maar liefst 46 hectare. Omgerekend zo groot als 63 voetbalvelden. Omwonenden hebben handtekeningen verzameld om dit plan tegen te gaan. Desondanks heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd en zal het zonnepark worden doorgevoerd. Hier tussen Millingen en Kekerdom komt een groot zonnepark. In totaal gebied van 43 hectare. Dat komt neer op zo'n 63 voetbalvelden. Het zonnepark wordt gerealiseerd in een gebied dat momenteel bestaat uit grootschalige akkers en weides. Woensdagavond heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het wijzigen van het bestemmingsplan. En deze wijziging maakt de aanleg van het zonnepark mogelijk. De plannen zijn er om er een groot groen zonnepark van te maken, waar ook veel nieuwe natuur wordt aangeplant rondom de zonnepanelen. En komen er ook vele tientallen hectare aan landschapselementen en dit maakt het eerste groene zonnepark van Nederland. Maar veel bewoners zijn niet blij met de komst van het zonnepark. Na de bekendmaking van dit plan zijn bewoners in actie gekomen om het zonnepark tegen te gaan. Vereniging Duurzame Energie Berg en Dal verzamelde 1487 handtekeningen van omwonenden. Een van de omwonenden is mevrouw Jacobs. Zij deed gisteren tijdens de raadsvergadering haar verhaal. Ik heb zorgen. Zorgen over het geluid, over de warmte, over onze woning en onze kinderen. En we vinden het absoluut niet mooi. Horen we straks continu een zoemend geluid? Hoeveel warmte komt er vrij vanaf de zonnepanelen? En hoeveel wordt onze woning minder waard? Er is nu geen makelaar die wil taxeren en dat zegt ons genoeg. Wethouder Erik Weijers reageert hierop het volgende. De initiatiefnemers die zijn met de omwonenden in gesprek om te kijken van wat zou eventueel schade zijn en kunnen we elkaar daarin vinden als een soort compensatiebedrag? €6.000 is wat we eenmalig ter compensatie kunnen krijgen. Ons voorstel was om gratis stroom te leveren aan de aanwonenden. Maar dan krijg je als antwoord dat ze geen energieleverancier zijn. Toch heeft de raad ingestemd met de wijziging in het bestemmingsplan. Want verduurzamen staat hoog op de agenda bij de gemeente. De raad heeft gisteren gezegd, nee, wij vinden het belangrijk dat het door moet gaan. En de meerderheid van de raad heeft gisteren, we hakken de knoop door en we stellen het bestemmingsplan vast.